Jordi Groot, gefeliciteerd. Hoe lang is dat geleden dat jij een goal maakte voor SSC? Nou, iets meer dan 2 jaar denk ik dat het geleden is. Iets meer dan 2 seizoenen, of 1,5 seizoen. Ja. Hoe voelde dat weer? Ja, heerlijk. Lekkere bevrijding. 1-0, belangrijk. En eigenlijk gooiden we toen een beetje de schroom van ons af. Gelijk de 2-0 erachteraan. En dan was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Je speelde een goede tweede helft, zeg. Ja, ging wel, de eerste helft was ook wel redelijk op zich. Een paar kansjes gehad. En verzuimden we ons eigen te belonen eigenlijk. De tweede helft op dezelfde manier voor het start gegaan. En belonen we onszelf wel. Dat is wel lekker. Ja, maar het was nog beter, nog scherper. Wat was het verschil met de eerste helft, vond jij? Nou ja, tegen RKV liepen we in het mes. Toen kregen we een counter tegen en 1-0. En eigenlijk hadden we met z'n allen afgesproken. We gaan gewoon onwijs de driver er tegenaan gooien voor elkaar. En op zoek naar die goal. En die viel. Qua drive hebben ze aan jou wel een goeie, denk ik. Ja, zeker. Ja. We hadden wel lekker middenveld staan. Ook David, Tom en ik. Gewoon een hoop duelkracht en ook wel redelijk wat voetbal, zeg maar. En op zich stond het wel aardig vandaag. Ja, in 3 verschillende wedstrijden hebben we ook 3 verschillende middenhelften gezien. Of hoe je dat ook noemt. Maar beviel dit? Ja, nee, voor mij op zich wel. Ja, ik denk het. We stonden wel goed. Ja, het is ook wel een goed teken natuurlijk dat je een hoop keuze hebt. Want je hebt iedereen kaart nodig. En dat iedereen op meerdere posities inzetbaar is wel een voordeel. Betekent dat wel dat jullie nog een beetje aan het zoeken zijn, of niet? Ja, misschien ook wel. Een nieuwe trainer natuurlijk, dus die gaat ook wel zijn eigen manier van spelen inpassen. En ook wel zoeken naar de puzzelstukjes op de juiste plek proberen te leggen. Dus het is aan hem. Ik ga een hele retorische vraag denk ik stellen, maar hoe bevalt het hier weer bij SSC? Ja, het is genieten. Ja, het is wel lekker terugkomen. Bijna dezelfde spelersgroep als 2 jaar geleden. Dus qua lol hier niks veranderd en voor elkaar door het vuur gaan, dat is heerlijk. Ook al toen jij bij Quickboy speelde, kwam je hier heel vaak volgens mij op zondag kijken. Ja, het is wel mooi als je dat ziet. Er zijn ook vrienden van je op zondag voetbal en je bent zondag vrij, dan probeer je de thuiswedstrijden mee te pakken. Ja. Je hebt wel een mooi jaar gehad eigenlijk, Katwijk. Ja, dat was wel op zich wel. Ja, qua speeltijd 2e seizoen zelf wat minder. Maar ook een hoop mooie mensen leren kennen op het veld, maar ook erbuiten. Dus het was een mooie ervaring. Maar dan toch weer lekker terug. Ja, zeker. Lekker terug. Ik zou lopen je alweer te dissen volgens mij. Ja, gaan we weer een biertje doen, Nick. Veel plezier.